Vandaag in het Hart van Brabant nieuws, brand bij Tilburgs recyclingbedrijf. Tilburgs idee om lege plekken in restaurants op te vullen in de coronatijd. Dinsdagochtend is er brand uitgebroken bij recyclingbedrijf CVB Ecologistics in Tilburg. Grote balen met oud papier stonden in brand en zorgden voor veel rook op de Centaurusweg. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Eenzelfde soort brand ontstond in 2017 en 2018 ook al bij CVB, al lijkt de brand nu minder heftig te zijn. Rond 11:30 was de brand onder controle en er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. Het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis biedt volgens het zorgregister van de stichting Topklinische Ziekenhuizen topklinische zorg aan patiënten met tumoren in het hoofd-halsgebied. Het ETZ is daarmee het eerste topklinische ziekenhuis in Nederland met deze erkenning. Het ziekenhuis laat in een verklaring weten trots te zijn op dit predicaat. Eerder kreeg het ETZ al vergelijkbare erkenningen voor 9 andere zorgfuncties, waaronder spinale chirurgie en allergieën. De horeca, maar ook de horecabezoekers staan de komende tijd voor een grote uitdaging. Want hoe gaat het uit eten in een restaurant er aan toe in de 1,5 meter maatschappij? De Tilburgse Pascal Vugts heeft iets bedacht om goed om te kunnen gaan met het beperkt aantal beschikbare plaatsen in restaurants. Table Alerts is een platform waarop mensen een notificatie krijgen wanneer een plek onverwachts vrijkomt. Eigenlijk al lang voordat corona plaatsvond of startte. Rondom de feestdagen zag ik van een aantal Tilburgse restaurants wat meldingen dat ze kort van tevoren nog annuleringen kregen. Of dat ze niet vol zaten, terwijl veel mensen dachten dat dat wel het geval was. En toen ben ik eigenlijk al gaan denken van joh, dat zou je toch op een hele makkelijke, laagdrempelige manier moeten kunnen oplossen. Om in ieder geval de restaurants volle bak te gunnen. Ja. Via een WhatsApp-lijst worden deelnemers geïnformeerd. Ze kunnen vervolgens via het desbetreffende restaurant een reservering maken. Het is een WhatsApp, dus dat is heel laagdrempelig. Het is een dienst die eigenlijk de schakel is tussen beschikbare tafels van restaurants en potentiële gasten. Gasten die melden zich aan bij de WhatsApp op de verzendlijst. Die krijgen een berichtje door wanneer er bij een van de deelnemende restaurants een tafeltje vrij is. Ja, en dan is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Dus als je wilt gaan eten op korte termijn, dan moet je snel zijn en de telefoon pakken en het restaurant bellen. Daarna volgt er nog een berichtje op het moment dat de tafel gereserveerd is. Om niet het restaurant te laten overspoelen met telefoontjes en dan toch mensen moeten teleurstellen. Maar ook om gewoon te laten weten dat het werkt en dat mensen er snel bij moeten zijn. Pascal is thuis in de Tilburgse horecabranche. Mede door haar connecties heeft ze een aantal geïnteresseerde restaurants gevonden. Met 6 restaurants op dit moment serieus in gesprek, waar er een aantal al van toegezegd hebben. Maar we zijn met andere restaurants nog in gesprek en ook restaurants die zich vandaag al spontaan gemeld hebben, die meer informatie willen hebben. Dus we hopen dat er veel restaurants mee gaan doen, voor elk wat wils, voor elke portemonnee wat wils en voor elk restaurant. Binnen een korte tijd heeft Pascal al een hoop deelnemers weten te verzamelen. Gisteren alleen nog maar binnen mijn eigen netwerken 1 berichtje gestuurd. Vanochtend is het wat groter gegaan. Dus de eerste 100 gasten die staan al op de lijst en het druppelt nu de hele dag door, druppelt het binnen. Mensen die moeten het 06-nummer moeten ze in hun eigen adresboek opslaan. En ter bevestiging moeten ze even een duimpje sturen aan het WhatsApp-nummer. Want alleen dan kan ik de mensen toevoegen aan de verzendlijst. Dus sta je niet op die lijst, ontvang je geen berichtjes.